Dag dames, wat vindt u eigenlijk van Vlamingen? Wat ik van de Vlamingen vind? Ja, wat zal ik zeggen? Ik heb niks tegen de Vlamingen. Nee, sommige van mijn beste vrienden zijn Vlamingen. Ja, en als ik ergens wel een hekel aan heb, dan is dat discrimineren. Ja, of generaliseren, weet je wel. Dat ze alles over één kam scheren. Vooroordelen, heb ik ook een hekel aan. Ja, maar tussen ons gezegd en gezwegen, die Vlamingen... Oh. Nou. Eten! Oh. Die lucht! Gekookte groenten. En zelf ruiken ze allemaal goor. Ze ruiken naar zeep. Ja, naar geurtjes en de viooltjes. Mogen dat dure stinklugjes Parijs parfum. Gewone zweetlucht, het is er ook niet meer bij. Nee, ze zijn gewoon schoon. We doen ze hier, als ze lekker terug gaan naar ontwerpen. Ja, als ze daar lekker hun saaie, moeilijke toneelstukken van Vondel opvoeren. Als ze lekker daar de beste schilderkunst uit de geschiedenis ontwikkelen. En landkaarten maken en uitvindingen doen. En de kunst en wetenschap op topniveau bevorderen. Ik zeg, weet je wat ik zeg? Alle Vlamingen weg! Wijzen! Nee, Trui, wacht even, dat kan je niet zeggen. Nee, dat mag je niet zeggen. Nee, Trui, ze mogen best hier blijven, maar dan moeten ze zich aan ons aanpassen. Dus geen dure stinklugjes meer, maar gewoon lekker zweetlucht. En ophouden met die kunst, ja toch? Dat zeg je toch ook weer mooi, hè, Greet? Oh, en wat ruikt je ook weer heerlijk. Heerlijk zweetlucht met een vleugje kots.